Vandaag, gisteren hebben we best wel lange dag gehad, dus vandaag wordt een beetje een rustdag. Geeft mij een beetje tijd om alles van gisteren de afgelopen paar dagen te gaan editen. Het was gisteren in ieder geval een hele mooie dag geweest, heel veel gezien en meegemaakt. De tempo was ook prachtig, maar dat zullen jullie wel hebben gezien nu. Vandaag zelf zijn we een beetje van plan, later in de dag, misschien tegen de middaguren, eventjes naar de John Hardy het museum te gaan, of John Hardy Factory als het ware. We willen vandaag wel een beetje later in de dag, tegen de avonduren, in Ubud wat gaan hangen en lopen en shoppen eigenlijk. We zijn nu twee keer door Ubud heen gereden, een beetje tegen de nachturen. En het zag er super veel gezelliger uit dan de dag dat we overdag daar zijn geweest. Kim en ik die gaan met geluk misschien een paar leuke dingen vinden om te kopen. Momenteel zit iedereen een beetje bij de pool te hangen, een beetje te lezen, prices research aan het doen voor de rest van de dag vandaag. Ik ga nu maar eventjes aan de slag, ook misschien even de pool in springen, lekker genieten, eventjes chillen. Nou, we gaan nu even naar de John Hardy Factory. Even rondlopen daar, kijken hoe en wat ze voor dingen maken. Daarna naar Ubud, eventjes rondlopen, weer shoppen misschien. Dit keer misschien wel wat kopen. Nu hebben we geld, kunnen we eindelijk wat kopen. En daarna wordt het gewoon thuis dineren. Thuis hier in Villa Body. Bij die toko op de hoek wat gaan kopen. Kan de ergo wat hoger. Mijn vader is vandaag zoals gewoonlijk weer een beetje zelf en een beetje irritant aan het doen. De hele tijd vragen of de ergo. Nou, we zijn net aangekomen bij de John Hardy fabriek. Het ziet er best netjes en modern en chic uit eigenlijk. En dat was onze John Hardy tour. Papa heeft nog natuurlijk voor zichzelf cadeautjes gekocht. Voor mama. We zijn weer in het centrum van Ubud. We gaan nu naar Winkel de Threads of Life. Dan kunnen we kijken wat voor stoffen ze hier hebben. Zodat wij misschien wat moois kunnen maken met dit. En dan tassen maken en zo. Hè? Voor de zaak. Ja, dat is zoiets als een Persisch tapijt. Hier in Threads of Life, in deze zaak, zeggen ze geen stoffen te verkopen. En nergens in de buurt. Maar mijn vader zegt dat hier aan de overkant weer wel wordt verkocht. Dus dat zullen we maar even zien. Nou, kijken of we hier wel wat stoffen kunnen vinden, hè mama?
Kan je creatief zijn. Dit is IKA, yes. Ik heb net een heel groot lap stof voor 150 gekregen. Zwart-wit plaid heb ik gevonden. Zit je lekker, papa? Ja, ik zie je lekker praten met die katjong. Lekker vertellen dat je ook hier vandaan komt eigenlijk? Nee, mijn ouders. Oh nee, van Java inderdaad. En daar heb je toevallig een 50. Ze geloven hem niet? Nee. We zijn weer op de hoofdweg in Ubud, waar de hele drukte toegankelijk is hier. Gaan we eventjes ergens zitten, denk wat drinken en eten misschien. Je ziet wel meteen waar de toeristische locaties meteen veel drukker zijn hier. En dat ze hier Starbucks hebben. We gaan hier in Café Lotus eventjes wat drinken. Het ziet er van binnen heel erg mooi uit. Nou, dat was lekker eventjes eten, drinken, snacken bij de Lotus Bar. Het is een prachtige plek. We kunnen helaas geen Barong dans zien, want die is er pas op donderdag en dan zijn we er niet meer. Ah! Geen tientje uitgegeven voor strepsels en gel en van alles en nog face masks, hele lading face maskers. Het is eigenlijk bizar goedkoop hier. En ook een heleboel Europese merken die gewoon zeker niks kosten. Geweldig! Kim die heeft zoals alles anders wat zwart is, ook zwart ijscream gevonden. Organic vanilla cream. Kijk nu grijs. Is het plakken? Ja. Het is net of ik zand. Oh, schatje, nog één keer. Laat je tong eens in. Dat is even zwart. Je hebt een goede score gemaakt van schedeltjes en ditjes en datjes, zodat we lekker creatief kunnen worden. Blij mee? Zeker weten. Ja. Die blauwe is ook. We hebben hier in ieder geval echt ons favoriete straat gevonden in Bali, waar ze alles van schedels en zo hebben en doodskoppen. Het is echt geweldig. En het is allemaal behoorlijk goedkoop. We hebben net onze ouders gevonden bij Rarara, de Starbucks. Hebben jullie gezien en gekocht? Niet veel. Niet veel? Nee, maar ik heb wel getraind. Ik heb wel een beetje gedeeld. Oh wow. Danny heeft zo goed gedeeld. Dat je moest bijbetalen? Nee, zij zei 10, ze kwamen terug met 9. Ja, wow. Ze zijn gaan bellen en de antwoord was oké, okay, voor zo'n goede deal, we nemen 9. Okay. Nou, dat was weer een succesvolle dag. Okay. Allemaal blij. Lekker moe. Allemaal moe. Blij. Blij.